Welkom bij een nieuwe video. Ik ben in Purmerend. Dan denk je, Edith, wat doe je hier? Nou, iets heeft me hier gebracht, namelijk iemand. Want ik weet dat hier een hele grote vintage en rommelmarkt is. Dus vandaar dat ik nu een kijkje ga nemen. Maar ik heb mijn auto geparkeerd in een heel groot parkeerwinkelcentrum. En ik zie hier gelijk Shubi liggen. Ik zie hier de Solo. Vind ik ook altijd heel leuk. Ik zal even misschien een kijkje nemen. Serieus, ik vind dat karretje, panterprint, ik zou bijna denken, maar nee, ik ga even trouwens hier kijken bij Shubi. Heel tof, heel veel sale, dus ik ga even een kijkje nemen. Nou, daarnaast ligt Sena. Ik ga dan ook maar even een kijkje nemen. Ik zie niet heel veel. Ik zag wel dat jurkje, maar dat is toch te strak. Dat zou ik niet dragen. Allemaal op kleur. En dat was eigenlijk al de sale, volgens mij. Maar ik ga weer verder. Shoepen zag ik ook niet heel veel. Hier zie ik Terstal. Oh my god. Dat zie ik steeds overal, hè? Nog nooit binnen geweest. Jullie gaan het meemaken. De aftrap, de primeur. De ontgroening. Nou, leopard is altijd goed natuurlijk. Niet zo mijn ding hoor. Kijk, hier heb je wel weer zo'n Ganni top nagemaakt. Maar nee, niet voor mij. H&M, ook even een kijkje nemen. Maar die Terstal was niet voor mij. Niet hoor. Hey, gek. Je komt hier meteen bij de mannen binnen. Dat zie je niet vaak. Ook altijd wel leuk om te kijken trouwens. Serieus leuk als sportbroek. Deze. Deze ook. Nou, de dames zijn beneden, dus dat ga ik nu niet doen. Ik moet naar het toilet. Ik zag dat hij hiernaast was, dus de prioriteiten stellen. Dat zeggen ze wel eens. Ik kom nu het winkelcentrum uit en zie ik dit. Jongens, niet doen. Dat is geen fly. Moet je echt van naar Limburg. Dus multifly. Niet zo lekker. Nou, ik laat multifly even achter me. En ik ga richting Koenmarkt, want daar is dus die rommelmarkt, antiekmarkt. En dan ga ik ook degene tegenkomen die ik, waar ik het van had, die tip. Rara, wie is dat? Nou, wat mij opviel in dit straatje, ik had nog nooit zoveel kappers in één klein straatje gezien. Volgens mij heb ik er gewoon 10 geteld of zo. Nee, ik moet eigenlijk naar de kapper, maar dat ga ik niet doen. Dit is wel echt zo'n heel leuk ouderwet. Kijk, hier zie je de stallen. Dus dit is echt wat vroeger volgens mij zich echt heeft afgespeeld. De koemarkt, ja, de dierenhandel. Koe kopen, geit kopen, kippen kopen. Maar ik zie volgens mij al in de verte zie ik het marktje. Het is niet mega groot volgens mij, maar wel leuk om even te struinen.
Ik ben aangekomen bij het marktje. Nou, jullie denken. We doen dat eens. Ik ga meteen. Tuurlijk kon ik missen dat het Bo is. Hallo. En je staat hier met een kraampje. Ja, leuk hè. Even mijn haar goed doen. Ja, maar het is helemaal niet zo druk. Maar het is wel echt een toffe kraam. En het is een leuke buitenmarkt. Het is perfect weer hiervoor. Ja, ik dacht vanmorgen nog zo ook wel of niet gaan. Ik denk, ja, ik ben gewoon blij dat ik gegaan ben. Maar er één hagelbuitje. Ik zie een heel hagelbui. Tof... Of regenbui. Ik zie een heel tof beeld. Wacht, ik ga het even pakken. Bij een andere kraam ook. Waar gaat ze heen? Ja, dat gele had ik al gezien. Ik had hem al op beeld net. Ja, helemaal ethisch. Ja. Geweldig. Ik laat Bo even achter, want er zijn heel veel klanten nu. Dus ik ga zelf even een rondje doen en een beetje koekeloeren. Niet alleen maar vintage of kring of antiek. Ook veel mensen die gewoon hun hebben en houden verkopen. Dat is wel grappig trouwens, kijk. Heel leuk. Allemaal mooie sieraden. Burberry, Moschino. Ook hoge prijs, maar heel mooi. Burberry broche vond ik echt heel leuk. Het begint heel zachtjes te regenen. Eigenlijk wel een beetje lekker. Lekker struinen. Oh, ik vind het zo leuk altijd. Wat is dit geweldig. Oh, enig. Nou, gelijk nummers uitgewisseld met die vrouw. Want die maakt dus ook dingetjes. Gewoon als jij denkt van ik wil dit hebben op maat. Want ze had die slippers niet meer in mijn maat. Nee, die groene, dat is niet zo mijn stijl, maar heel leuk, creatieve vrouw. Nou, hier zitten veel haakdames, valt me op. Echt heel erg leuk, ik word heel blij van. Ik merk echt dat ik gewoon blij word van mensen die dingen zelf maken. Dus Ilonka, daar heb ik net heel leuke dingetjes gekocht. Laat ik eens uitzien. Geweldig dit! Ik ga eens even kijken of Bo nog druk is met de kraam. Ik ga even weer kletsen. Maar leuke dingen gescoord dus net. Leuk marktje en leuke muziek, allemaal een beetje 50s muziek. Geen Hollandse hits, dus ik ben niet zo'n fan van. Nou, we zijn lekker klaar met de markt. Bo gaat nu, jij gaat weer terug naar de markt, toch? Ja, ik ga even binnen en ik ga friet halen. Maar goed, verkoop. Ik heb dus heel cools gescoord, maar nog niet laten zien. Dat zien jullie thuis. Nou, we komen snel een keer een andere video saampjes, toch? Ja, misschien wel volgende week als ik naar jou toe kom. Dat zou kunnen. Kijk wel als we zin hebben, want meestal hebben we gewoon zin om te kletsen en ja, daar nooit zin om te filmen, dat heb ik altijd. Dus ik ben blij dat ik wel gegaan ben en ik ga nu lekker naar huis. Geweldig om daar te zijn, Purmerend. Ja, lieve Bo woont daar natuurlijk en ik ben er wel vaker geweest, maar nooit echt zo in het centrum. Ik dacht van, hey, is echt best wel leuk om daar naartoe te gaan. En dus elke laatste donderdag... Laatste donderdag van de maand
is er dus die rommelmarkt, vintagemarkt, ga ze maar door. Dus het is wel echt heel leuk om daar een kijkje te nemen en dan gelijk te combineren met de stad. Want dat vind ik echt wel de moeite waard. Dus als je denkt van, hé, hey, ik ken die stad gewoon al heel goed. En dan kan je het waarschijnlijk ook nog combineren met andere vintage winkeltjes en ga zo maar door. Ik vond het super leuk. En wat ik vooral heel leuk vond was dat er veel creatieve mensen zaten. Ik had wat kaarsjes meegekregen. Met wat snoepjes, super lief. En deze ook. En ik heb uiteraard ook iets meegenomen. Wat ik... Ja, ik hou er gewoon van als mensen zelf kleding maken. Of zelf iets creatief kunnen zijn. Ik heb deze dus meegenomen. Hoe leuk is deze hanger? Ik heb hem al een hele tijd in de serre hangen. Tenminste, de video neem ik nu iets later op. Maar hij staat echt fantastisch leuk. En daarbij heb ik ook gekocht zo'n hangertje waar je een potje in kan doen. Ik zal even een foto bijvoegen. Maar hoe leuk is dit? Ja, en dan kan ik alleen maar... Weet je, tuurlijk kan je dit ook gewoon bij Xenos kopen of weet ik niet wat. Ik vind het dan net toch wat bijzonderder als iemand dat zelf heeft gemaakt. Kijk, inderdaad ook een tip van iemand die zei, hey, je kan hier ook zo'n lampje in hangen. Dus inderdaad met stroom, maar dat doe ik nu niet. Ik vind het gewoon zo heel erg leuk. Maar dat is wel een heel leuk ideetje om dat op die manier te doen. Oh, jullie denken waarschijnlijk, wat zijn het toffe nagels. Ja, is dit niet helemaal geweldig? Dat komt uit de collectie van Blitzbee. Samenwerken met Sasha. Oh, onwijs leuk. Een tijd geleden was ik bij haar lancering. Ik heb daar helemaal nooit iets over verteld. Terwijl het gewoon echt geweldig. En waar ik fan van ben is... Leuke versiering voor je nagels. Zonder dat ze daar extreem onder lijden. En dan vind ik dit een heel goed product. Want het zijn stickers. Dit is geen sponsor. Ik zou het wel als sponsor willen. Maar goed, stickers zijn super handig. En daarover doe je gewoon een airdry glossje overheen. Zodat het... Inderdaad, de print niet snel eraf gaat. Maar geweldig! Geen pijn, geen last. En als je het eraf haalt, totaal eigenlijk nauwelijks schade. Tenminste, heb ik niet ervaren. Ik heb al een keer eerder al erop gehad. En ik ben echt groot fan. En jullie weten, ik ben sowieso groot fan van stickers. Zonder al die UV-shit, lampen. Dat vind ik echt voor mij zo pijnlijk. Ik kan er gewoon niet tegen. Maar is dit niet helemaal leuk? Een beetje zwart-wit met panter, allemaal printjes. En yin-yang. Ja, altijd in balans zijn. Je ziet het, ik heb ook mijn geupcycled blouseje aan. Deze keer de stropdas als een strik. Verderop zie je me ook nog shoppen. Andere dag in Delft bij Radplan. Heb ik ook dit blouseje aan, maar dan met als stropdas zelf. En ik dacht, laat ik deze hoed weer eens even erbij nemen. Nog niet de gelegenheid gehad om hem op te doen. Want ik grijp dan toch sneller naar gewoon traditionele petten. En dit is natuurlijk echt wel zo'n klassiek hoedje. Maar ik vind het leuk. Heeft iets weg van een beetje matrozenachtige ding. Ik denk, ja, voor de video is het natuurlijk altijd wel heel erg leuk om dit op te doen. Dus zeker stropdassen ook. Ga daar, blijf daar naar kijken. Want ik heb het gevoel dat er daar heel veel, dat het misschien wel meer trend gaat worden. Mag ook wel, want het, de rattenplanten en alle kringlopen en de goed en noem maar op liggen er vol mee. Dus laat je verrassen en ga kijken. Vooral voor klassiekers. Dat is wel een goede tip van mij. Ondertussen heb ik weer een en ander. My god. Het blijft gewoon heel benauwd en warm. Maar ik heb nog iets. Daar begon ik net mee. Kijk even. Oh, ja, en ik heb zo eentje al. En die heb ik dan als hanger aan een ketting. Maar deze, ik kon hem niet laten liggen. 15 euro heb ik betaald. Kijk, dat staartje is ook los. Het is een broche. Die zou ik inderdaad, die kan ik natuurlijk gewoon als broche doen. Maar die zou ik ook aan een ketting kunnen hangen. Oh, trouwens, is ook wel heel leuk. Niet deze dan, maar om hier op die strik gewoon een broche te doen. Dat is ook wel heel grappig. Maar hoe vet is deze? Fantastisch. I love it. Kijk. Oh. Dus die heb ik meegenomen. Sowieso. Oh, die sieraden. Dit was trouwens van een ander standje. Die vintage sieraden van die mooie merken. Oh, die Burberry broche. En ik denk nu echt van, moet ik niet de laatste donderdag van augustus misschien nog een keer een kijkje gaan nemen. Dat is misschien wel heel erg leuk. Wat natuurlijk ook heel leuk was, is dat Boda stond met, met haar collega vriendin. En die stonden ook inderdaad te verkopen. Hele mooie dingetjes allemaal. Ze heeft sowieso haar eigen verkoop ook in Amersfoort. Zal even erbij zetten de winkel. En daar kan je natuurlijk eigenlijk altijd struinen. Super mooie dingen doet ze samen met haar zus. En hij is ook altijd hele, ze heeft gewoon een hele mooie smaak. Heel erg 70's. Leuke dingen voor een huis. En gewoon heel tof. Oh ja, ik had er wel ergens van meegenomen. Maar
Die hangen al in de garage bij André. Dat waren Chevrolet stickertjes. Superleuk, nog helemaal in de originele verpakking. Die heeft hij natuurlijk al opgehangen in zijn garage, in zijn man cave. En ik heb nog iets. Nou, die zag ik eigenlijk ja, op het laatst pas. Waanzinnig. Ik ga hem even unwrappen nu. Het zit helemaal vol folie. Waanzinnig mooi, kijk. Oh, ik was helemaal verliefd. Kijk, hoe fantastisch. Super mooie lamp. Echt te gek, te gek, te gek. Hier zie je het ophangsysteem. Dus dit iemand aangemaakt dat je het makkelijker kan ophangen. Dat je niet deze ding hoeft te gebruiken. Waanzinnig. Met snoer. Dus ik moet even kijken of dit kabeltje wel werkt in de nieuwe stopcontacten. Deze is natuurlijk niet geaard waarschijnlijk. Maar hoe leuk. Oh, en die man zei, ja, er was al iemand geweest die het wilde. En volgens mij had hij gezegd, online kan je die dus vinden voor 150 of 200 of 300 euro. Ik weet niet eens wat hij zei. Ik ben gewoon helemaal verliefd op die stijl. Helemaal dat retro gevoel. En ik denk dat die ook heel erg mooi past. Dat hoekje als ik die, ja, het wandje met de jukebox is nog steeds van gekomen. Ik denk, nu in de vakantietijd ga ik dat wel doen. Maar dat is nog niet van gekomen. Maar hoe fantastisch is het. Ik heb volgens mij nu uiteindelijk, volgens mij 15 euro betaald. Super weinig. Maar die man zei, ja, ik moet er vanaf. Dus ik ben heel blij. Het is gewoon een heel mooi ornament, ook al zou ik hem niet aandoen, weet je wel. Ook al zou ik gewoon helemaal niet gebruiken als lamp. Maar heel mooi stukje kunst eigenlijk aan de muur. En dat is ook waanzinnig. Zo wil ik ook dat wandje gaan doen. Ja, het is er nog niet van gekomen. Ik ben heel druk met allemaal andere dingen. Kast opruimen en zo, en kleding wegdoen en ja, doe maar door. Ook dingetjes die ik vaak aan de vakantie doe. Ook heel druk geweest met de workshop voorbereiden, webinar en ga zo maar door. Dus ik zal wel even links onder zetten als jij interesse hebt in de workshop. En ja, verder gewoon ditjes en datjes en dingetjes doen. Dus dat, maar ik ga je meenemen. Ik ben ook naar Rattenplan en naar het Gis in Delft. Dat zie ik net al. Ga even kijken. Hey, je ziet het, ik heb een blouseje aan. Ik heb hem gedaan met een stropdasje. Ik sta bij de Rattenplan. Zie je dat? Dat kan je niet zien. Ja, nu wel. En ik heb net drie zakken, vuilniszakken, heb ik hier afgegeven. Ik heb heel veel opgeruimd thuis. Waaronder ook veel verkocht. Ik had hele leuke zomerpakketten gemaakt. Verkocht. Verrassingspakketten. En er gaat ook nog heel veel naar Selpie. Dus mijn kamer, mijn kleding is wat opgeruimd. Ik ga even kijken of ik wat dingetjes tegenkom. You never know. Dat is een leuke stoel. Oh ja, ik zie dat je zag inderdaad dit blouseje wat ik aan in de video, alleen met stropdasje en een zwart shortje. Zonder hoed, alleen aan mijn pet. Maar zo zie je, ik draag hem echt al heel graag. En dat betekent zin om nog een keer zo'n projectje te doen. Namelijk met de roze, of de roze, de rode variant. Hoe leuk is dit? En ik had natuurlijk, het was een lekker gewas. Ik heb het kaartje nog even eraan gehaakt met een hangertje. 3,99 betaald. Was echt niet duur. Dus ja, nou ja, valt wel, ik wel mee. Maar hier ga ik natuurlijk een en ander aan vermaken. Weet jullie nog dat ik dit stofje
had gescoord. Het was een gordijntje. Nou, ik kan van mijn andere stof. Gordijntje in naden bij de kringloop. Die ga ik nu dan gebruiken. Want dit is gewoon de kleine versie en de grote versie van elkaar. Het is een beetje dezelfde kleur rood. Ietsje donkerder. En ik denk dat we heel tof gaan zijn. En toen hadden we ook deze over. Ook van een do-it-yourself project. Van een blouseje. Die zou ik misschien ook nog wel hierbij kunnen doen. Ik moet even kijken. Of ik heb nog zelfs datzelfde ruitje kleiner. Ook met rood. Dat zou ook wel heel tof kunnen zijn. Maar ik merk gewoon dat ik het heel leuk idee vind. Om die nog een keer uit te werken voor de zomer. Onwijs te gek. En ik zag al mensen van, oh, als je hem ooit werk doet, wil ik hem wel kopen. Wie weet ga ik er wel een aantal produceren. Misschien wel voor de verkoop, maar dat weet ik nog niet zeker. Maar dit wordt sowieso een heel leuk projectje. Ik had natuurlijk heel veel kleding daar weggebracht. En ik denk, ja, ik ga toch altijd even kijken. Je weet het nooit. Ik heb het trouwens echt wel warm. Komt zien door die hoed. Het is ook echt vol. Maar het is gewoon heel benauwd. En dus het is altijd maar de vraag, vind je iets? En ja, over stropdas gesproken. Nog zo'n klassieker. Ik zag alleen later, even kijken of ik het zie hier. Dus ik moet nu even wassen. Zie ik een vlekje, dus die moet ik even uit zien te halen. Maar te gek, dus daarom zeg ik, kijk naar tijdloze klassieke printjes. Dat kan je altijd weer gebruiken voor iets. En deze is natuurlijk ook fantastisch. Ik heb een blouse en die is een beetje een jasje en dat steltje. En ik voel en alles dat ik voor de winter daar heel veel ja, gebruik ga maken van stropdasjes, denk ik. Ik vind het gewoon heel erg leuk om daar iets mee te stylen. Deze zag ik bij de kassa. Hele leuke ring. Kijk hoe grappig. Volgens mij zelf gemaakt iets. Maar goed, dat maakt niet uit. Ik vond hem heel leuk, 40 cent. En toen kwam ik er dus ook achter. Oh ja, die kan je ook verstellen trouwens. Dus dat past altijd. Ik kwam er dus achter, omdat ik een video keek van Amy. Die zei, je kan punten sparen. Ik punten sparen. Ik dacht van, hè? Dus ik vroeg het bij de kassa aan jou, hoor. Ik heb nu zo'n pasje gekregen. Weet je wat je bij de bonuskaart ook hebt, zo'n kleinere. Dan kan je gewoon punten gaan sparen. Dat heb ik nooit geweten, maar dat is een super goede tip van NME. Dus ik nu denk, ik wil het door aan jullie delen. Van, hey, je kan dus punten sparen door inderdaad de aankopen die je doet. Niet als je iets brengt. Dat deed het goed natuurlijk een tijd. Ik weet nog, voor de kerst was dat. Een beetje de laatste maanden. Kon je inderdaad inruilen, kreeg je punten voor. En als je iets kocht, kreeg je ook een punten. Dan kon je, ja, dan te goed wat je dingen kan kopen. Vond ik onwijs leuk. Dus dat had ik binnen de kassa gezien en deze ook. Dus een hele leuke ring, vind ik. Heel erg grappig om die inderdaad te combineren met andere dingetjes. Onwijs leuk. Lijkt een beetje een parelachtig iets. Alleen is het natuurlijk wat geliger. En over geel gesproken. Oh. Ik heb de ideale blazer. Ik had al twee van die okergele blazers, maar dat waren meer damesmodellen. Het zat dan toch niet helemaal mijn stijl wat ik leuk vind. En deze is gewoon mijn model. Mijn klassieker. Mijn double-breasted met die goudkleurige knoopjes. I love it. Ik dacht eerst, het is gewoon een CNA'tje. Want meestal heeft CNA dit model in alle kleuren uitgebracht. Maar dat is het dus niet. Dus een, ja, ik weet niet, onbekend. Maar hier ben ik zo blij mee. Dit combineren met, oh, deze kleur is één. Naast framboos is denk ik ook een van mijn favoriete kleuren om heel erg mee te stylen en te combineren. Dus love, love, love it. Heel erg blij mee. Dus een goede score en dat voor 7,99 was deze blazer. Ja, dat zijn echt de goede prijzen. Dus mega goed geslaagd, ook bij Rattenplan. Maar ook bij in Purmerende inderdaad op de leuke markt. Sowieso, ik heb echt genoten van, ik hou altijd van marktjes. Daar ga ik altijd van kijken, meestal het weekend. En lekker struinen, maar ook heerlijk als je dat alleen doet. Dat vind ik altijd. Ja, ik heb mooie dingetjes gescoord. En ja, altijd maar laat je leiden wat je tegenkomt en laat je verrassen. Dat vind ik natuurlijk het leuke aan vintage shoppen en kringlopen. Heerlijk genoten, ik hoop jullie ook. Ik zou zeggen, dankjewel voor het kijken en tot snel weer. Bye!